Voor dit project is gekozen om bij Picturai te laten digitaliseren. Het grootste risico was het transport. We hebben maatregelen genomen, zoals speciale transportkarren, en we hebben gezorgd dat glasnegatieven goed ingepakt waren. Een belangrijk aspect tijdens transport is dat de glasnegatieven verticaal worden getransporteerd en in de rijrichting. Digitaliseren beginnen we weer altijd met het vervoer. We hebben ons eigen verzekerd transport. En dat is heel belangrijk, want die glasnegatieven zijn bijzonder gevoelig en moeten veilig vervoerd worden. Hierachter bij onze studio's komt het terecht. Hier hebben we de glasnegatieven opgenomen. En die glasnegatieven, nou, die waren van 10 bij 15 tot 50 bij 60 centimeter. Dus het zijn echt hele bijzondere glasnegatieven. En dat hebben we hierachter allemaal opgenomen. En dat hebben we gedaan in een periode van 4 maanden. Dat waren 36.000 glasnegatieven. De beelden die worden afgeleid van gemaakt en er worden mooie schone beelden van gemaakt met een goed contrast. En die beelden kunnen dan worden geleverd en gebruikt worden op de website redeenportret.nl.